er is een stijging van de contacten die er zijn met verwarde personen in de afgelopen, sinds 2017 met 65%. Jezus. En dan heb ik het over verwarde personen die, en dat zijn eigenlijk patiënten. En de politie wil niet tegenover patiënten staan, maar dat zijn patiënten die op dat ogenblik gevaarlijk zijn. Of voor zichzelf, of voor hun omgeving.